U hebt 14 jaar gewacht. Eindelijk, hoe voelt het aan? Heel leuk hoor. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer zal wederom grondbeschikkingen uitreiken. Ditmaal in het district Wanica. Met deze stap probeert de overheid de jarenlange achterstand van grondaanvragen in te lopen. De mensen hebben lang gewacht, maar het lang wachten is uiteindelijk beloond. Elke mens streeft naar vooruitgang. Elke district streeft naar vooruitgang, zo ook wij in Wanica. Het waren de woorden van de president lastelijk in het parlement, toen de president zei, yes, we can do the job. Dat heeft ons extra energie gegeven en in Wanica zeggen we, we must do the job. Als we ontwikkeling willen in Wanica, we must do the job. Als we vooruitgang willen in Wanica, we must do the job. Wij moeten het werk doen. En in het streven om het werk zelf te doen, heeft vandaag de minister, de centrale overheid, een heel bijzondere bijdrage geleverd. Afgelopen keer toen we hier in dit gebouw waren, dan ging het om 750 grondpapieren. Mijn mensen, deze keer gaat het om 1000+ grondpapieren. 1000+, ongeveer 1300 zoveel. En deze minister kennen de eerstvolgende keer wordt het zeker 2000+. Een warme applaus voor de minister die Wanica niet in de steek laat en ons elke keer de bijdrage geeft. Het gaat niet alleen om de 1300 zoveel grondpapieren, maar u moet weten, tussendoor hebben we ook de instructie van haar, als er probleemgevallen zijn, dat we altijd een beroep op haar kunnen doen. Namens Wanica wil ik u heel hartelijk bedanken, minister. Een mijlpaal voor Wanica. Zekerheid, titel op de grond. Dat is de basis van vooruitgang. De regering, het ministerie, heeft zich wederom sterk gemaakt om het doel, zoals verankerd in onze grondwet, in de L-decreten, dat elke Surinamer of in Suriname gevestigde rechtspersoon recht heeft op een stuk grond om dat verder te realiseren. Let wel, het wordt gesproken over elke Surinamer en dan kijken we niet naar ras, we kijken niet naar geloof en we kijken vooral niet naar politieke overtuiging. Ik zie vandaag wederom blije gezichten. Terecht en heel terecht, want deze regering is sinds de eerste termijn van de regering Bouterse bezig om die achterstand in te lopen die is ontstaan in het verstrekken van grondpapieren. En hoe zat dat achterstand biggie? Want de minister zat bij de navissie. Ook toen bij Abin de Rover, dat boemvoerpapieren thans doen op het ministerie. Boemvoerpapieren. Die de somenisme de jaarse voegjes den papieren. U bent in grote getalen hier. Maar dit is voor wat Wanica betreft een druppel op een hete plaat. En ik ben blij dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben om het beleid te continueren. Het is niet altijd even makkelijk voor mensen, minister, wanneer ze constant moeten lopen voor hun grondpapieren. Kantoor in, kantoor uit, instantie in, instantie uit. En onmakkelijk. En onmakkelijk die soms maar wachten jarenlang op een overdracht, wachten jarenlang op een verdeling voor de jari. Het is niet makkelijk. Soms maar ik give up, soms maar ik las hoop. Maar mijn breedte dat onder de jaren voor sorry is, maar dat ik nog als hoop, omdat hoop de. En ten zang, trust me best doen, zodat ik een groep nog maar jaren papieren,
En ze hebben gezegd dat ik de begin stichting met minderjarige kinderen en al dat soort malafide stichtingen is achter de rug. We hebben nu een periode. Bij ons is het belangrijk dat we voor elke gezin een woning dat we stem en gronduitgiftebeleid daarop. Als we zeggen voor iedereen een stukje grond hier in Suriname, want er is genoeg, dan moet ons gronduitgiftebeleid daarop afgestemd zijn, ja. En we breiden een episch continuïteit voor beleid dat die. Daarom sta ik hier, naar een boel ati, een boel vieri, om deel te zijn van dit heugelijk moment. De regering is dono nu de, dit is na tweede termijn. Regering Bouterse, adin, tweede termijn. En met jari go baka na a momenti, pe president Bouterse, in 2010, 2011, aman pramisi a volk Fusernang, want ja, dit is na volk Fusernang. Surinamers, kijk om u heen even. U bent geen vreemdeling voor elkaar, geen vreemdeling voor ons. We zijn Surinamers, Sernamang, Sernami. En heeft de belofte gedaan aan ieder die daar recht op heeft in Suriname, moet een stukje grond hebben om zich te kunnen opbouwen, om kinderen daar groot te brengen, om iets te kunnen doen, om te kunnen voorzien in zijn of haar eigen behoeften. En dan ga je niet moe maken met wat we hebben overgenomen in 2010, 2011. Maar wat we wel hebben gedaan, en we doen het nog steeds, en die minister die daar zit, en die directeur, ze bewijzen elke dag. En het is vierde keer in Wanica. That we can do the job. They can do the job. We kunnen het werk wel aan. We zijn hier vandaag, nog geen 3 maanden geleden, dacht ik, waren we ook hier. Maar ik ben ervan nodig, voor is biting baka na Wanica. Bika Wanica, na waf de moro bigi district, te liep Paramaribo, want Paramaribo na hoofdstad. Maar Wanica, na waf de moro bigi district, en moro furusma etang in dat district dati. En de smadati ook toe, de moest roken in de toekomst. En de regering, like van meneer Tjotkantaki, a promis a volk, dat al doen best voor tjara welvaart, nanga a welzijn voor a bevolking, tap wa moro heen niveau. En te tak dati, welvaart en welzijn, dat was los van deze imus dugi a volk. En te wan bouw je toekomst, de amoro prins parisani na je grong en je osso. En de regering het doet moeite voor bouw de osso, maar ik kan rekenen dat wan zo'n achterstand voor zo many 20 jaar, de regering niet door snel. Maar we sabi tak boom furusma en Wanica na wafding district sang de na fesi fu atori dati dat den voorouders funu de be ap furu grong in na ten fu a emigratie den Biden grong den wrokofeng trawan kis wan pisi fu lanti en den wroko den grong en de ontwikkela grong. Maar nu, de smadati, de kongrani, trouwen libu gwekba, maar de abboen voor op ching. En de ching dati, de wan ook toe aan toekomst. Maar je nou kan bouwen je toekomst if you know abwan zekerheid. En de ouders, de shitaki, te wan bouwen je toekomst, je wan bouwen je osso. Da agrong, sa ding abi ap chino kango bou so marin tapu want ino aba money hila hila takikantak aimi aba money we go buy one also me bowing i ap
wan lening van nodig. Maar tegen go na bangi dat je nog kan tegen bangi dat agrondis naf mi ma dus mochara papira gida imus gima money wan mi wan bawa oso asan nego so. De agrona de tap you ning dat je nog manki sa financiering. En de ouders om meni 20 jaar den doet een verzoek naar het ministerie voor RGB, voor CABND en H. Dus ik schrijf een briefje om mijn 20 jaar voor praat naar grond. Maar ik kan rekenen alle jaren zo many duizend en kom bij. En no, volgens mij moest er 60.000 stuk zijn dat ik naar domein. Dat maakt je. Wins we praat van 1500, 2000. Hij zorg dat je niet doet niks. Want dat kan je lijn aan de papieren. Maar voor ze, kom je dat T-U-1 praat grond papieren. Dat je kan praten of je op 5000 stuk of je op 2000 stuk. Dat je zoekt, dat je maar sabi, dat je poer de papieren en dat je met de papieren gaat, maar je regelt de toren. Als een nego zo, hoe heb je een systeem dat ik weet, hoe zie je dat we doen, mevrouw Roseli, ik kan het halten, hoe heb je poer alle de papieren naar de kassie en hoe pot alle de papieren voor de district naar Wang. Wanika, Para, Marowena, Karkon. En je ziet dat we go allerlei we go naar een tradistrict. Because zou ook kan werk af, we werk af. En we zijn ook bezig terwijl we die achterstand inhalen, we zijn bezig met automatisering. Want hoe lang dat het grondbeleid moest dit transparant. Maar we want doen beroep dat alles maar. Des massa no ja ugi aboskopu. Te yu abwan grong kaba. No fetigi wan trawang. Ma sons ma ab omen 100 hectare. Ma di hebzucht naar meer. Grond, als we doodgaan, gaan we met twee lege handen weg. Alles laten we hier. Die Lexus gaat niet mee. Dat huis gaat niet mee. U ziet het elke dag. Dus vecht u niet voor grond. Andere mensen kunnen anderen doodmaken voor een stuk grond. Wanneer u al een stuk hebt en het niet hoeft, nog vet die aan trouwen. Die andere die niet heeft, die moet u in de gelegenheid stellen. En inderdaad, zegt meneer Tjotkan, we zijn niet gauw in intrekken. Maar wanneer je niets doet met die grond, als je een beschikking al 20 jaar hebt en je hebt dat terrein niet in cultuur gebracht, betekent dat je het niet nodig hebt. En dan gaan we het intrekken, ja. Want er zijn mensen die elke dag huilen, die door hun eigenaar op straat worden gezet. Elke dag worden ze gemolesteerd. Elke dag is hun huur duurder. Dan gaan we het aan die mensen geven die er wel aanspraak op maken. Maar jij hebt 20 jaar niets ermee gedaan, maar je speculeert wanneer je een goede prijs wint, dan ga je het in zoveel duizend euro verkopen. Wel, het gaat ophouden, want we gaan dat stopzetten. Het gaat bij wet worden veranderd. En we hebben een aantal wetten die we naar de assemblee gaan sturen. En Oussaba, de voorzitter van de assemblee, is toch. Is beting, te potwa wedding. Hij hamer je af. Hij behandelen binnen one day. Vooral hij go om grondtori. Dus ga je toewijzing inschrijven en te schrijven in, dan voor je kies dat transportakte. Want alles maar loopt boeken. Soms zijn ready, soms zijn groemibri. In elk geval, dan heb je je, en dan is die grond van jou. Dus als je het hebt ingeschreven. En te je kies wat goedkeuringsoverdracht, dat je moet gaan naar notaris. En de notaris gaat dan verder jouw overdracht in orde maken. Ik hoop dat het duidelijk is. Dat je nog begrijpt van Sanika, accidents maar dadelijk bij je tek je beschikking. Daardoor leg je uit. Mi wan tako grantangi voor a patiëntie die u bij abi.
voor wacht die zo lang, dan smaak aan ook eens het uur, even het patiëntie, want we komen bakken naar Wanika. Doe je tori en nogmaals, no reageer tapa telefoon voor afvoerman, maar reageer tapa telefoon voor RGB, de abden bel je voor charo en papira kom. U heeft vandaag uw beschikking en ontvangst mogen nemen. Hoe lang heeft u daarop moeten wachten? Ongeveer 16 jaar lang. Vader heeft al 35 jaar gewacht. En nu pas kregen we. Hoe denkt u dat het zo lang heeft geduurd? Dat u 16 jaar lang hebt moeten wachten op deze verklaring? Zo, ik kan je echt niet zeggen. Maar als ik, moet vertellen, dan ja, men zegt, misschien heb ik al 5 of 6 schoenen van mij, ja toch? Versleet gemaakt en kapot gemaakt, ja. Dus hoeveel keren moet ik, ik kan het niet meer tellen om naar ROGB te gaan en om naar daar te gaan, dus daarom, eigenlijk heb ik geen woord meer om te zeggen, alleen maar ik bedank de mensen van ROGB en ook deze regering en ook de Almachtige. En u heeft dus de grond aangevraagd, wat gaat u precies daarmee doen? Landbouw. En later een huis opbouwen. Ja, dat. Dus u bent bereid het land op te bouwen met uw landbouw? Ja, landbouw. Ik deed het al en ik zal het doordoen. Ik ben wel blij. Na zoveel jaren moest ik wachten. Hoeveel jaren heeft u moeten wachten? 16 jaren. 16 jaren. Ja. En nu heeft u eindelijk uw stukje in ontvangst mogen nemen. Wat is het eerste wat u gaat doen? Zo, er wonen wel mensen erop. En die ene is wel vrij. Ik denk van, we zullen een beetje landbouwen, vruchten, planten. Alles. Wat wilt u zeggen aan de mensen die het zover hebben kunnen krijgen, dat u uw beschikking vandaag hebt kunnen ontvangen? Zo, ik zou ze allemaal bedanken en dat ze hun best hebben gedaan. Dat ze zo door moeten gaan. Dat ze iedereen moeten helpen, want iedereen heeft het nodig. Niet ik alleen. Heel land heeft het nodig.